Welkom bij Creative Mariana 6. Ik ben even aan het zoeken hoe ik hem helemaal in beeld krijg. En de achtergrond verzin ik dan wel wat op. Ik heb hier een grammofoonplaat en die moet je natuurlijk altijd eerst even afnemen met wat alcohol. Om het dus vetvrij te maken. Want ja, je pakt hem toch vast uit die hoes. En dan zitten er allemaal vetvlekken op. En ook stof. Nou, ik heb een heel oud ideetje kwam er bij mij in één keer naar boven. Ik stop in wc-rolletjes, lege wc-rolletjes van mijn cavia's hooi. En dat vinden ze heel leuk om mee te spelen. Toen dacht ik, hé, dat heb ik ooit ook eens gedaan. Dus dat wil ik weer gaan proberen. Maar wel een keer weer met een wat donkere kleur. Dit is bruin en in dit bruin zit een klein beetje koper. Metallic kleur koper. En dat kan je ook zien, want er... Oh, zit er niet nu al vastgeplakt, want er zit een glittertje in. Zie je? Daarom vind ik metallic kleuren zo mooi, omdat er altijd zo'n glittertje in komt. Nou, ik ga hem even bedekken met een laagje verf. Ik ga natuurlijk met mijn brander even de ergste luchtbellen eruit halen. Want we willen natuurlijk ook geen gaatjes erin. Alleen dan moet ik oppassen, want ik ben met alcohol bezig geweest. Dus dan kan het sneller in de brand vliegen. Nou, ik kijk straks wel. En nu? Ja, wat ga ik nu doen? Hoe deed ik dat nou? Deed ik het nou eerst op een plankje, deppen en dan hierop deppen? Ja, dat deed ik wel eerst op die manier. Dus dat is deze. Oh, ik zie jullie niet. Wat is dit? Rennen met filmen. Ik zie dus niet wat ik film. Dus ik doe er... Oeh, ik zou zeggen een beetje koperkleur op. Gemengd koper met goud is dit trouwens. En dan doe ik er ook een beetje goud op. En dan doe ik er gewoon een beetje koper ook op. En als ik het te saai vind, ga ik er met oranje over. Oh ja, ik denk dat dit wel heel saai wordt. Oké, ik ga er toch een beetje oranje bij doen. Nou, ik heb echt geen idee. Ik kan me gewoon niet heugen wanneer ik dit voor het laatst heb gedaan. Dus, we zetten hem erop. En dan moeten we wel zorgen dat elk pootje overal verf... Oh, nou heb ik hem niet goed doorgeknipt, zie ik. Bij de een wel, bij de ander niet. Oké, ik draai hem een keer. En dan haal ik hem omhoog. Laat ik hem... Oh, en één pootje is ook stuk geknipt. En dan zet ik hem neer. En dan til ik hem weer op. En dan zie je niks. Oh, en het ene pootje is lam. Shit. Ja, ze zijn niet gelijk geknipt. Ik moet de volgende keer dus met lijntjes steken. Dat ik ze allemaal gelijk knip. Want, nou ja, je hebt het idee dus. Je doet het zo. Maar dan moet je dus alle pootjes gelijk hebben. Zodat ze allemaal even op het... Kijk, die gaat al iets beter. Maar... Ik heb er ooit eentje op deze manier echt heel mooi gemaakt. Soms één meerdere, maar ik heb er nog één over. De rest is verkocht. Omdat het zo leuk werkte, maar ik moet ze echt tegelijk knippen. Maar wie weet, door het draaien wordt het nog wat. Al worden jullie duizelig. Ja, nou, je krijgt niet het idee wat ik wilde. Maar het is natuurlijk wel weer op een andere manier acrylverf gieten. En ik ben blij dat ik het oranje erbij heb gedaan. Maar er zit een mooie glitter in.
En er komen veel cellen, want ik heb Australian Floetrol door die gemengde goud- en koperkleur gedaan. Ik zie zo al die luchtbellen verdwijnen. En ik dacht dat het niks zou worden. Maar ik vind het dus wel. Alleen, nou heb ik geen bak leeggemaakt wat ik er overheen kan zetten. Evenwel met dat rotmugje. Dus ik moet hem onder mijn bureau ergens gaan neerzetten. Zodat ik zo min mogelijk kans heb dat er een vliegje in komt. En hij moet waterpas staan. Wat de vorige video niet was. Oké, nou, ik ga, omdat deze zo snel is, toch nog een volgende maken. Ik vind het net jaren 70, vind je ook niet? Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, tot volgende week zou ik zeggen. Nou, benieuwd hoe die gaat opdrogen. Och, dat glittertje, zie je? Heel benieuwd hoe die opgedroogd is. Wordt. Deze lag wel waterpas. Maar je ziet heel erg die Australian Floetrol. Zie je? Die is waarschijnlijk net te veel. Zie je? Dat zijn dus al die cellen, maar ook die soort van gaatjes. Hij is heel apart geworden, moet ik wel zeggen. Aan de ene kant denk ik nee, en aan de andere kant denk ik, ja, het hoort gewoon bij elkaar. Ja.